Goedenavond, straks in Nova, na het journaal, de bezwaren van kleine en grote werkgevers tegen het zorgverlof. Het kabinet wil werknemers het recht geven om 10 dagen per jaar voor hun zieke partner of kinderen te zorgen. Maar de werkgevers zijn bang dat hen dat handenvol geld gaat kosten. En verder in Nova een videobrief uit Suriname die laat zien dat gewone Surinamers nauwelijks nog in staat zijn het hoofd boven water te houden. En dan na Nova Studio Sport met 3 wedstrijden uit de KPN Telecompetitie. Feyenoord Fortuna, Willem II AZ en Den Bosch MVV. Maar eerst het 10 uur journaal, Debbie Petter. NOS 10 uur journaal. Dames en heren, goedenavond. Een werkgroep van burgemeesters wil daders van zware zedenmisdrijven in uiterste gevallen uit hun gemeente kunnen weren. Hetzelfde zou moeten gelden voor daders van een ernstig geweldmisdrijf. Het gaat om delinquenten die na hun vrijlating terug willen naar hun woonplaats. De burgemeesters willen ook altijd vooraf op de hoogte worden gesteld van de terugkeer van dergelijke criminelen. Bovendien wensen ze meer bevoegdheden als het gaat om hun opvang en integratie. Tot in het diepst van hun hart geraakt en woedend waren de bewoners van een wijk in Assen deze zomer na de moord op de 7-jarige Chanel Naomi. Zeker toen bekend werd dat de dader een man is die zich eerder aan meisjes vergreep en na het uitzitten van zijn straf kwam wonen in de kinderrijke buurt in Assen. Zonder dat welke instantie dan ook was geïnformeerd. Ochten in de Betuwe. Daar ontstond vorig jaar een enorme deining toen een jongen na behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis terug wilde naar zijn oude buurt. Daar had hij ontucht gepleegd met tientallen kinderen. Buurtbewoners dwongen via de rechter een straatverbod af. En een wijk in Rotterdam. Onlangs verschenen hier posters waarop buurtbewoners een vermeende zedendelinquente aan de schandpaal nagelden. Onrust voor zijn en ook dit soort volksgerichten voorkomen, willen de burgemeesters. De directeur van de gevangenis of van het psychiatrisch ziekenhuis moet wettelijk verplicht worden volgens de werkgroep de burgemeester te informeren over de komst van een zware delinquent. Zodat de burgemeester hulpverleners, woningbouwverenigingen en de omgeving van het slachtoffer en de dader op de hoogte kan brengen. Op dit moment ben je volledig afhankelijk van de vrije wil van instellingen of ze je wel of niet informeren. Wij vinden inderdaad dat het wettelijk geregeld wordt en ook de coördinerende bevoegdheid van burgemeesters wettelijk geregeld wordt. Maar u wil ook tot het uiterste kunnen gaan? Wij willen inderdaad tot het uiterste kunnen gaan. Dat kan betekenen dat je, ja, gehoord alle deskundigen zegt, het is toch het allerbeste dat deze ex-gedetineerde niet terugkeert naar de woonplaats waar hij zijn misdrijven heeft begaan. Maar dat alleen in die gevallen, als je met elkaar vaststelt dat het om therapeutische redenen voor het herstel van slachtoffers en dader niet goed is. Het ministerie van Justitie wil nog niet reageren op het voorstel van de werkgroep. In november stuurt de minister van Justitie een notitie naar de Kamer over de problematiek. Als alles volgens plan verloopt, landt maandag de VN-vredesmacht op Oost-Timor. Dat hangt af van een gesprek morgen tussen het Indonesische leger ter plaatse en de Australische commandant van de VN-troepen. Een flottille van 5 fregatten en 4 transportschepen met zwaar materieel vertrok vandaag alvast richting Timor. Bijna 1 week nadat Indonesië boog voor internationale druk zijn de eerste Australische troepen onderweg naar Oost-Timor. Vanuit Darwin in het noorden van Australië zijn 9 oorlogsschepen begonnen aan een reis van 24 uur naar Dili, 600 kilometer verderop. Ze blijven daar voor de kust liggen als gewapende ondersteuning voor de eerste troepen die waarschijnlijk aanstaande maandag zullen landen. 2000 Australische soldaten en 250 Gurkhas, elite troepen van het Britse leger. Vanaf deze vliegbasis in Australië zullen de parachutisten vertrekken die boven Oost-Timor worden gedropt. En de weg vrij moeten maken voor een troepenmacht die in totaal 8000 manschappen gaat bevatten. Ik denk dat er altijd een risico is. Maar ik denk dat het een small arms risk as opposed to meeting a military resistance. So we're not really anticipating an armed landing. We're going in as a peacekeeping force. Pro-Indonesische milities die riepen dat ze een confrontatie met de troepenmacht niet uit de weg zouden gaan, lijken nu massaal Oost-Timor te ontvluchten.
samen met Indonesische soldaten en politiemensen die bij de gewelddadigheden van de afgelopen maanden betrokken waren. Maar ze ontkennen dat ze de strijd opgeven. Inmiddels neemt de kritiek op de komst van een vredesmacht toe. In Oost-Java heeft de grootste moslimorganisatie, Nahdlatul Ulama, opgeroepen tot een heilige oorlog. Tienduizenden moslims zouden bereid zijn de wapens tegen de buitenlandse soldaten op te nemen. Morgen wordt het UCK, het Kosovo Bevrijdingsleger, formeel opgeheven. Ter gelegenheid daarvan paradeerde het UCK door de straten van Pristina. De militaire parade groeide uit tot een nationalistisch volksfeest. Tienduizenden Kosovaren van Albanese afkomst kwamen op het evenement af. Het UCK houdt op te bestaan in zijn huidige vorm. Voor zondag middernacht moeten alle wapens zijn ingeleverd. KFOR heeft tot nu toe 10.000 wapens ontvangen. Daarna moet het UCK zich omvormen tot een burgerlijke organisatie. Maar de Albanese Kosovaren zien in de geuniformeerde verzetstrijders toch in de eerste plaats hun nationale leger, symbool van de strijd tegen de Servische onderdrukking. Scherpschutters van de KFOR-vredesmacht hielden een oogje in het zeil. Maar ondanks de gespannen sfeer en een paar vreugdesalvo's verliep alles rustig. Het afscheid van het guerrillaleger kreeg steeds meer het karakter van een Albanees volksfeest. De NAVO en de leiding van het UCK zijn het nog niet eens over de toekomst van het bevrijdingsleger. Of die zo gemakkelijk zijn militaire rol opgeeft, is de vraag. Veel VWO-leerlingen kunnen het niveau van hun opleiding niet aan. En dat komt omdat ze tegen het advies van de basisschool in niet voor de HAVO hebben gekozen. Gevolg is nu dat de leerlingen in het VWO slechtere resultaten boeken en dat dus ook de scholen slechter scoren. Dat blijkt uit een onderzoek van het dagblad Trouw. Hoofdcommissaris Kuiper van de Amsterdamse politie wil dat criminele illegalen in de cel blijven totdat ze worden uitgezet. Nu komen ze na het uitzitten van hun straf op straat terecht. In Amsterdam gaat het om 2000 personen die in die stad voor een flink deel van de kleine criminaliteit verantwoordelijk zijn. Volgens Kuiper komt daardoor de veiligheid in gevaar. Op de Ginkelse Heide bij Arnhem is vanmorgen de operatie Market Garden herdacht. Voor het laatst met deelname van Amerikaanse, Engelse en Poolse oorlogsveteranen. Precies 55 jaar geleden probeerden de geallieerden met Market Garden een einde te maken aan de Duitse bezetting van Nederland. Maar dat mislukte. Na een renovatie van 32 miljoen gulden is vanavond de Koninklijke Schouwburg in Den Haag feestelijk heropend. De Schouwburg was 2,5 jaar gesloten. De inhuldiging werd in aanwezigheid van premier Kok gevierd met de première van Oude Mensen van Louis Couperus, gespeeld door het Nationaal Toneel. Het duurt nog meer dan een jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden, maar de strijd om de gunst van de kiezer is al in volle gang. Bij de Democraten heeft vicepresident Al Gore stevige concurrentie van senator Bill Bradley. En dat is gunstig voor George Bush Jr., die onbedreigd op kop ligt bij de Republikeinen. Presidentiële campagnes beginnen altijd ver buiten Washington. In dit geval op het strand van de staat New Jersey. Oud-senator Bill Bradley voert hier campagne. Bill Bradley is de enige democraat die het Al Gore echt lastig kan maken. If Bill Bradley turns the Democratic nomination contest into a real contest, into a bloody battle, then whether Al Gore wins that battle or not, it's going to give an enormous advantage to the Republicans. May God bless you, and God bless America. Deze verkiezingscampagne is nu al in meerdere één opzicht uniek. Want nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis begon die verkiezingscampagne zo vroeg. Want het is tenslotte pas over pakweg 14 maanden verkiezingsdag in november volgend jaar. En dan is er nog iets. Nooit eerder in de geschiedenis hebben kandidaten zoveel geld binnengesleept om campagne te voeren. Before anyone ever casts a vote today in America, we have the wealth primary, where candidates are measured not by their public support, but by the amount of money they've raised. We are in the era not just of big money politics, but of mega money politics. Maar de kandidaten praten niet over al die miljoenen dollars. Ze laten zich liever van hun menselijke kant zien, bijvoorbeeld tijdens schoolbezoekjes. Do you like with vice president? I do like it. It's fun. But I think being president would be even better.
Alles draait om het imago van de kandidaat. Zo maakt Bill Bradley graag gebruik van zijn verleden als beroepsbasketbalspeler. En hij hoopt dat zijn sportieve uitstraling helpt om zijn presidentiële droom waar te maken. Gerrit Hiemstra over het weer. Vannacht blijft het droog en het is vrij helder. De temperatuur die daalt naar zo'n 10 tot 12 graden. En in het oosten zou hier en daar wat mist kunnen ontstaan. Morgenochtend zijn er dan wat zonnige perioden, wel wolkenvelden al, wat oplossende mist. En morgenmiddag, daar wordt de bewolking geleidelijk dikker en uiteindelijk zal de zon erachter schuil gaan. Temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 23 graden. En na morgen, dan is het voorlopig voorbij met het mooie weer. We krijgen wisselvallig weer. Regen op maandag en dinsdag. Daarna zou het geleidelijk weer een beetje moeten opknappen. Dat was het. Onze volgende uitzending is rond 11:55 op TV2. Goedenavond. One, two, one, two, no. Who needs classical music again? Yeah? It's so boring. Morgen in het Gergiev Festival. Valery Gergiev en de Skitische suite van Prokofjev. Did you hear Scythian courses? Blinding wildness. Naast een uitvoering van de suite ook een ontmoeting tussen Gergiev en de zoon van de componist. Valery Gergiev en de Skitische suite, morgenmiddag om 3:30 bij de NPS.